Een volledige eind over de finale, dat is waar iedereen op de hertgang van droomt. Maar dat lijkt niet heel erg realistisch. Twente natuurlijk de gedoodverfde favoriet in de halve finale tegen Jong PSV. Eerste kansje is voor Elena Dont. En Twente heeft het overwicht in de eerste helft. Kalmar kan hier de bal op een bijzondere manier alsnog veroveren. En deze uithalen is heel erg mooi. Badenhop tikt de bal nog uit de kruising. Maar Twente vooral aan aanvallen toe. Dit is een goede voorzet van Danique van Ginkel. En deze had er toch wel in mogen voor Fenner Kalma. Uiteindelijk een corner. Die wordt matig verwerkt door Jong PSV. En dan is het na een half uur spelen pas Kim Everaerts met de 1-0 voor Twente. Er is een spelervatting nodig. Everaerts op de goede plek. En hier is geen houden aan. 10 minuten later. Identieke goal. Alleen dan vanaf de andere kant. Bente Jansen met de hoekschop. En Marit Auwe, een andere verdedigster van Twente, kopt de bal binnen. Een comfortabele voorsprong voor Twente, maar PSV verstopt zich niet. Sterker, het krijgt een hele aardige mogelijkheid. Maxime Snellenberg. Ook regelmatig te zien in de eerste selectie van PSV. En zij had hier de spanning terug kunnen brengen in de wedstrijd. Naarmate de tweede helft vordert, komt Twente ook weer meer aan voetballen toe. En is het overwicht daar voor de Tukkers. Dit is een corner. En daar scoorde het natuurlijk al eerder uit. 2 keer eerder. En hier lijkt toch ook iemand te moeten gaan afdrukken. De bal blijft hangen. Maar deze reflex van Badenhop. Houdt Jong PSV op de been in die tweede helft. Er wordt niet meer gescoord. Jong PSV mag trots zijn, maar het is Twente wat de finale van de KNVB-beker haalt.